Bendo stop. <laughs> weer een aflevering, eigenlijk een speciale aflevering... ...van A Real Fake Talk on Afrobeats in uh, Nederland. Ik ben heel blij dat uh, Angelo vandaag uh, in de studio is gekomen... ...om te spreken over zijn rol in de groei van de Afrobeats-industrie in Nederland... ...die toch wel een speciale is naar mijn idee. Uh, ik wil praten met Angelo, want hij de man is achter een heel succesvol feest... ...Afrolosjes, die zelfs een eigen festival heeft georganiseerd... Um, Twee jaar geleden, volgens mij. Ja. Twee zomers geleden. En ja, eigenlijk grote beweging die niet alleen in Amsterdam is gegroeid, maar ook heel het land doortrekt met verschillende DJ's, verschillende zalen uitverkoopt en ook plekken als Groningen. Volgens mij een heel interessante man die niet zelf achter de draaitafel staat of de microfoon vast heeft, maar die het faciliteert. Dus Angelo, dankjewel voor het maken van tijd om hier te zijn. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, we waren aan het spreken en ik zei, ik kan niet een... Uh, een serie doen over Afrobiet in Nederland en jou niet uitnodigen. En toen moest je lachen. Ja, omdat ik zoiets heb van het kan wel, uh, uh, om, omdat ik iemand ben die heel erg achter de schermen zit. Dus voor mij is het zoiets van ja, de, de, de culture ziet mij niet echt mm -hmm. uh, en dat vind ik prima, mm -hmm. uh, ben, ben meer een soort architect van de route er naartoe. Uh, hoe komen we daar? En. en, en, en Uitspreken ook wat is daar, waar willen we zijn, waar, 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 waar stond het eerst. Dus dat is meer mijn, meer mijn rol en ik vind het gewoon prima. En, en het, is, het is niet dat ik daarmee ook claim uh, een soort van de frontrunner te zijn van de culture of de sound. Mm -hmm. Maar veel meer de structuur, hoe je die culture en die sound brengt, daar waar het moet zijn. Goeie. Wil jij jezelf voorstellen aan de mensen die jou... Ik verwacht dat veel mensen die dit zien weten wie jij bent, want je doet veel, je hebt veel gedaan, maar wil je jezelf nog een keer voorstellen aan de kijkers en luisteraars? Ja, hoe ver mag ik gaan? Nou, we hebben niet altijd veel tijd, en ik okay. weet Angela houdt van praten. <laughs> <Ja>. dus. <laughs> uh, Angela Bromet, born and raised Amsterdam zuidoost, uh, half Surinaams, half Arubaan, vader uh, van vier, uh, en in mijn leven heel veel gedaan binnen hip-hop, uh -huh. begeleiden van artiesten en, en kansen creëren. Voor, uh, voor zij binnen de hip-hop culture. En um, op een gegeven moment via mijn werk in Zuidoost in contact gekomen met een hoop jongens waarmee we, waarmee we avolosjes gemaakt hebben. Mm -hmm. um, en, en verliefd geworden op de energie van de culture en het, en het tijdsgeest waarin het was, mm -hmm. wat heel erg leek op mijn jongere jaren van hip-hop. Mm -hmm. Uh, de, de, de wat meer onbegrepen stijl, die gezien mm -hmm. werd als een one-day-fly-achtige ding, maar die, die op straat uh, uh, vanaf echt de bodem echt gedragen werd. En je zag dat het gewoon in een groter en groter werd. En, en, uh, ja. en in die hoedanigheid uh, uh, ben ik begonnen om Averlozjes op te starten. En daarvoor heette het Africa's Epic Sound, ja. uh, uit een kans die ik kreeg van het Amsterdam Open Air Festival. En dus ik ben de architect van Avelosjes. Mooie benaming, de architect. We hadden het net voor de recording al even over, waarom noem je zelf een architect van Avelosjes? En niet gewoon, ik zou je zeggen, oh, hij is degene die Avelosjes heeft opgezet met Charity. Ja, kijk, als je een hetzelfde als je een gebouw ziet, hè, je, je, de, de, een architect die tekent het, die, die, creëert, die creëert een soort van de, de, de look and feel, uh, die, geeft, die geeft richting. Mm -hmm. Maar het is niet degene die zelf de, die zelf de eerste stenen legt of zo. Weet je. Het, is, het, is, het is ook niet degene die de, die de bekabeling legt. Het is ook niet degene die de woning gaat inrichten. Het is ook niet degene die daadwerkelijk bezieling geeft aan die woning. Maar het is wel de persoon die de lijn heeft uitgezet en de en ambitie he, heeft getekend. En, en, ja. en ik denk dat dat is wat ik wat ik, wat ik doe. Ik, ik bouw de structuren die nodig zijn om een culture die, waarvan ik zie dat er potentie is. Mm -hmm. Uh, en ik probeer het aan te haken op verschillende movements die bij elkaar horen. Waardoor je een volledig platform hebt uh, wat, wat, uh, wat een economie kan creëren. Je noemde net in je introductie dat je jongens leerde kennen door het werk dat je deed in Zuidoost. Mm -hmm. Kan je iets concreter zijn en vertellen wat je dan deed en wat je dan zag bij bijvoorbeeld wie? Nou, zijn naam ik hebt? ik, ik ben, uh, was Programmeur bij jongerencultuur hij is No Limit. Um, een plek waarbij ik me samen met mijn collega Gerade Tierijngad bezig hield om brug te bouwen tussen uh, jongeren van Zuidoost, voornamelijk. Uh, maar kwam ook jongeren van buiten Zuidoost, oost kwamen ook daar. Uh, maar jongeren tot een afstand van de, de mainstream bewegingen in Amsterdam, vooral binnen de culturele sector. Mm -hmm. um, en Elf jaar geleden ben ik daar benaderd door de eigenaar van het Amsterdam Open Air Festival of ik daar iets wilde doen. En zij gingen in eerste instantie uit van hip-hop. Mm -hmm. Ik had gelijk zoiets van: nee man, we moeten iets doen met meer die sounds die horen bij de kids van hier. Waardoor mensen veel meer binnen hun eigen uh, culturele referenties kunnen gaan werken. Um, maar het moet ook qua BPM, qua beats per minute, moet het ook aansluiten bij die house scene. want het was gewoon een house, het was een, een soort house elektronisch festival. Ja, ja. Het was helemaal niet een urban festival. En dat is nu, wel, ja, toch? Ja, zeker, ja, zeker, Maar, dit, maar destijds niet, weet je? Dus ik had zoiets van met hip hop ben je sowieso een vreemde eend in het geheel. Sorry, was Open Air ook altijd hier geweest? Altijd daar, okay, ja. Ja, 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 in Zuidoost, Ja, ja. ja wij hadden, wij hadden, in het eerste jaar hadden we echt zoiets van. Uh, um, door een soort van keuzefout die gemaakt werd, hadden we de kleinste, laagste tent ever. Een soort van Sahara-tent, <laughs> maar die was op zijn hoogst um, 1,80 meter. 80. En een van onze DJ's was, um, um, hij had toen uh, uh, Triple F. Uh, en daarna Stef An Andrews. Nee, zeg ik dat goed? Oh, het erg. Stefano. Stefano, ja. Stef Andrews, Andrews. Ja, sorry. Ja, sorry. Ja. Sorry. Uh, ja. En hij was echt lang. Yeah. Dus hij was degene die kon, die kon ervaren hoe laag die tent eigenlijk was. Zo, dus we zagen er een klein beetje messed up uit in die, in die tent. En het was toen nog qua sound een mash-up van... Afro House, uh, danshal, hiphop, Surinaamse tunes, et cetera. Yeah. Uh, het, 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 was, het, was, het was een mengelmoes van zoveel verschillende sounds. Uh, om maar die drum-driven... ...energy erin te houden. We hadden zelfs een live... Uh, 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 ...percussie... ...breastband... Uh, um, um, in, ...in de set van... ...van Stefano. Dus dat was het begin. En, en gaandeweg... ...kwamen er steeds meer mensen op mijn pad... ...die, die veel meer... ...pasten bij wat ik voor ogen had... ...van die, van die culture. Uh, we in het begin echt wat mensen van randomly bij elkaar gehaald en verteld wat we wilden mm -hmm. en een soort van de glue was uh, DJ 360 uh, die dan op het einde al die sounds bij elkaar bracht Surinaamse sounds en, en uh, dingen uit uh, uh, Senegal en uh 360 Bamba toch ja ja, ja. ja. Bamba Mansoor voor de mensen die Bamba niet Bamba Nazar oh Nazar sorry ja ja, ja, ja. ja Bamba ja. Bamba Mansoor op, uh, op Insta ja, 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 ja. ja. <laughs> klopt maar, uh, dus Wie of wat is Bamba? En waar, waar hoe Bamba is een jeugdvriend. Met een, uh, een, een super uh, dope energie. En een, en een. Een soort, ja, ik weet niet, gevoeligheid voor culture en ja. voor wat dope is. En. Dat zie je in zijn look, in zijn sound, in zijn art, in zijn beats. In de, de manier hoe die. Ja, alles. Ja. Alles gewoon ja. super inspirerende guy. En, en de eerste paar stappen, de eerste, de, zeker de eerste drie jaar van, van Africa's Epic Sound, heb ik met hem vormgegeven. En, en, en waren we op zoek naar wat is de juiste samenstelling van mensen type, type DJ's. We hebben nog uh, Turn gehad oh. als, als, als een van de DJ's. Die veel meer die funk kant ook ja. opging. We hebben Jane Doe gehad, die veel meer ja. die, uh, die trap-achtige, wat nu dan die trap-sound is, ja. maar die Die, 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 oh, die hi hat ja. hiphop. hip-hop, uh, bra bracht zij in. En op een gegeven moment kwamen we bij uh, um, het punt van, oké, okay, maar wat, hoe gaan we dat doen qua energie? En toen hadden we eerst nog uh, uh, Kids Samuel, uh, oh, Melanie ja. en Chris. Ja. Als, als MC en zijn energy was goed en we zagen van, hey, dat dat werkt. Ja. Uh, maar we wilden nog meer mensen de kans geven, niet altijd dezelfde format, maar we wilden ja. toch nog steeds onze zoektocht voortzetten. Ja. En toen kwamen we bij uh, uh, Amarti en Barano. Kende je hun uit No Limit of kende je? Ja, yeah. ik kende, ik kende Amarti en Barano vanuit de groep Swagger Fresher Gang die ze hadden, ja. die we een keer hebben laten optreden bij, bij ons. Voor ons duurde het een tijdje, Hebben we, heb ik ze een keer kunnen plaatsen bij Meter 54 uh, Festival in Zuidoost. Daar hadden ze iets neergezet wat qua wat, wat energy helemaal klopte. En, en in diezelfde tijd hadden die boys een soort van... Ja, ik zou het geen gang willen noemen, maar een soort van sita-squad. Ze, ze, ze deden ja. allemaal op zo'n sita, zo'n klik. A, ja, ja Amarty had er nog eentje, daar moest hij echt bijna een kilometer rennen om hem aan te duwen. <laughs> <laughs> en, en, en toen had ik zoiets van, aesthetically klopt het met deze guys. Um, wat zij mij gaven was het gevoel van de periode dat Pharrell met N.E.R.D. kwam en, en, en je gewoon een groep had die gewoon aesthetically gewoon klopte. Yeah. Backpacks, BMX'en, uh, skateboards. Het, 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 het leek gewoon op een, op een klik met een energy waar je, weet je, waar je, waar je onderdeel van wil, wilt zijn. Gewoon yeah. mensen waar je, waar, je, waar, je, waar je fan van kan zijn, want ze zijn gewoon zo so effortlessly culture. Yeah. Uh, ja, dus da, daar kwamen we toen bij. Chase, Chase was er al. Dat is ook iemand waarvan ik dacht van, ja, maar dat is. Pioneer. Voor mij dan. Uh, Waarom was Chase een pioneer? Omdat, omdat Chase... Voor mij was Chase iemand die in, in die twee werelden kon, kon lopen. In de, in de wereld van, van Afro, van Afro-sound, en de wereld van hip-hop. Mm -hmm. En, en dat, dat kon blenden. Op een manier dat ik die niet uit de een soort van core van die culture komt, dat ik ook kan relaten. Omdat hij omdat veel meer, hij neemt me veel meer mee in zijn, in zijn muzikale belevenis. In plaats van in een, in een soort hyperpure vorm van, van die afro-sound. Die ook voor heel veel mensen gevuld is met herinneringen van thuis en allerlei andere emoties. Die een, die een trek soms ...doper maakt dan... Dan dat die misschien voor een andere persoon is. Mm. Hè, maar het is dan gevuld met iets. En dat is voor een, voor een purist heel doop. En voor iemand die dan niet een purist is. kan dat misschien net even iets te diep of iets te. weet niet. Iets te ver zijn. Ja. Dan voel je heel snel voel je aan de buitenkant van die, van die, van die setting. Ja. En Chase wist een, een blend te creëren. waarbij je de relatie kon horen. tussen, tussen de invloeden van hip-hop. vanuit het afrosound en. En, en, en de invloeden van, van, van die afro-sound, vanuit hip-hop. Ja. Dat, 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 dat wist hij voor mij gewoon te, te doen. En, en hij was toen al ook, ook gewaardeerd, weet je, voor wat hij deed. Maar tegelijkertijd super humble. Uh, um, ja, dat was voor mij, was dat, was dat de juiste persoon die, die, die nodig was om de drukte van die jongere kids te kunnen, te kunnen temperen. En te kunnen zeggen: van hé, hey, we moeten wel vooruitkijken. Hij was. Voor mij op, op heel veel momenten ook de glue tussen hun en mij. Uh, uh, tussen een ouder iemand en een, en, en, en een veel jonger iemand. Tussen een persoon vanuit de old school hip hop culture en, en guys vanuit de new, van de, van de new era. En hij zat er gewoon tussen. precies tussenin. Ja, ja en, 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 en daarmee kwamen nog heel veel meer mensen, zoveel namen, die onderdeel waren van de eerste stappen van wat. A uiteindelijk geworden is. Ja, dus, ja. Uh, ja. Even nog op in. Normaal zit Chase ook hier. Een van de redenen ook om hem nu niet hier te hebben. Ik dacht, jullie werken al te lang zo samen. Ik, we moeten jullie los van elkaar hebben. om te kijken wat. om de beste versie eruit te komen. ik vind het heel leuk dat je het ja. nu noemt. omdat hij zit hier ook. Onder andere om die reden natuurlijk. Hoort ja, hij maar ik ik, ik. ik vind het ook. doop om. om. om over hem te kunnen praten zonder dat hij er is. Precies. Zij eh, toch? Uh, al praten we echt super veel met elkaar. Uh, uh, in de afgelopen jaren ja, hebben we aardig wat uren gemaakt aan die telefoon. Maar het is gewoon, ja, je, 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 je bouwt met elkaar aan iets. Ja. En, en ik, ik zoek altijd wel mensen waar ik iets omheen bouw, zodat ik weet dat ongeacht waar het terechtkomt, als het minimaal voor die persoon gewerkt heeft. Mm -hmm. I'm good. Dan gaat het niet om geld. Dan gaat het om, oké, okay, that's my guy. En als ik hem verder kan, kan brengen. Dan is dat prima. En zo, zo is Avalosjes eigenlijk opgebouwd uit meerdere commitments met, met individuele personen ja. in, die, in, die, in die groep. Want je had Afrika's Epic Sound. Ja. Je hebt nu Ja. W wanneer is Afrika's Epic Sound Afrolosjes geworden? Toen Avalosjes by far the bigger brand was. Ze hebben naast elkaar gelopen. Ja, ja. Uh, Africa's Epic Sound is het nog geweest in het eerste jaar van Afro Losjes. Toen Afro Losjes nog Losjes heette. Ja. En we op een gegeven moment uh, 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 na een lang, lang debate uh, uh, het woord Afro toe hebben gevoegd. Oké. Okay. Lo van Losjes naar Afro Losjes? Ja, 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 ja. Why was there a debate? <laughs> Sowieso was het eerst een zoektocht naar wat gaat die naam zijn. ja. En er zijn zoveel gek, gekke namen ervoor gepasseerd. Angelo is moment... goed met namen en concepten <laughs> en het bedenken ja. van namen, those who do know him, no We hebben, we, hebben uh, uh, we hadden ook een soort van For, what is for us from us, een soort foe, foe, foe naam. En we hadden Bra, <laughs> uh, Bra, was ook een dope naam trouwens. Braak uh, als een kon, ja, uh, ja. Uh, natuurlijk. En nog op andere namen toegeven, kwamen we op losjes, omdat. de wens was om een identiteit te creëren. die wat meer vrij was van, van etnische lading. Waardoor het in mainstream misschien makkelijker opgepakt zou worden. Terwijl je aan de binnenkant echt fully met culture komt. Zoals van Trojan horse achtig. Je komt binnen met een soort. Andere, andere look en als je eenmaal binnen bent dan breek je de tent af gewoon met de kootje die, die, die je hebt um, en daar was iedereen het ook gewoon mee eens die naam was gewoon nice daarmee hebben we ook onze allereerste feest gedaan ja. en toen in één begon, begonnen begonnen de dingen vorm te krijgen die ik had uitgestippeld van zo gaan we het doen en toen kregen we eindelijk de kans om in de mainzaal van air iets te doen en toen kreeg ik een, ene en een brief van een advocaat van een andere partij, oh, die lucky. ook Losjes heette. Hoi. <laughs> <Ja. laughs> <laughs> en toen dacht ik, shit. <laughs> <laughs> dat gaat een concert. Dat is niet slim. <laughs> en op dat moment was het evenement al gepland. Ja. Yeah. En had hij zoiets van, weet je, als je het niet verandert, we're to shut it down. En eigenlijk dacht ik, try me. Weet maar weet tegelijkertijd was ik samen met Charity, mijn compagnon, was ja. ik in Brazilië op dat moment. Rio, ja. wij waren niet in Amsterdam. Wij waren niet aanwezig om het eerste evenement die we hadden samen met uh, um, de jongens van Heppetypes uh, volgens mij was het. Ja. Um, om het weet je waren niet aanwezig om het samen met hun op te zetten. Dus wij, wij, wij waren op een afstand de, de opzet van het feest aan het, aan, het, aan, het aan het aansturen. Dus we hadden zoiets van, oh, weet je, het is een te groot risico om te nemen ja. voor zo'n eerste doorbraak. Oké, okay, laten we het anders doen. Laten we gaan, gaan kijken. Toen, had, toen dacht ik van oké, okay, volledige naamsverandering is gewoon moeilijk. Omdat, Daar heb ik Afro ervoor gezet na echt lang nadenken. En ik heb het gestuurd naar iedereen. En iedereen zei nee, man. Maar, na, dan, dan komen we echt binnen als gewoon die, die Afro-squad, weet je ja. toch? Zo, en moet nagaan, we gaan we waren ook gewoon een groep van, uh, ik denk misschien wel twintig man. Ja. Weet je, onze eerste groepsfoto die we hadden gemaakt in de R had ik gezegd van, laten we die niet posten. Dat was echt <lacht> gewoon... <lacht> je, gewoon 20, 25 black folks, diep gewoon. Ik dacht van, misschien gaan, gaat dat voor heel veel mensen in die scene... te overwhelming zijn. En het was strategisch. Hè? Nogmaals, het was niet, niet vanwege... Uh, niet durven uiten wie je bent... Mm. of niet, niet, niet vanwege... Uh, schaamte of zo, of dat soort dingen. Maar het, 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 het had gewoon te maken met... Eigenlijk de simpele zin van, weet je, uh, uh, if you've been doing what you've been doing, dan ga je krijgen wat je al die tijd ook gekregen hebt. zo so switch it up. Laten we wat anders proberen. Mm -hmm. En dat wat anders was gewoon, we blijven nog een beetje onzichtbaar en we gaan van binnenuit gaan we uh, dat die, die scene veroveren, gewoon one, one club at a time, one club night at a time. Wat bedoel je met die scene, de club night scene? De club night scene, ja. Ja, de urban scene. En je noemde... Je noemde net iets, um, ik weet niet meer hoe je het zei, maar dat je hem... En zo zie ik ook wat je hebt gedaan met afro dat je iets wat diep was, wat in Zuidoost zat, wat heel misschien West-Afrikaans gedomineerd was, of mm -hmm. waar, waar ik met mijn bolle hoofd naartoe ging, want ik kwam net uit Ghana, maar er was niemand die op mij leek. Ja. Um, naar mijn idee heb je dat getransformeerd naar iets wat heel toegankelijk is, misschien. Ja, uh, kijk, sowieso was het voor mij het ding van... Um, wat is je ambitie? Dus dat, dat, dat heb ik eerst ook met die jongens besproken. Uh, wat is je ambitie? En de ambitie was om op de grote podia te staan in, in Nederland. Toen ben ik gaan kijken: oké, okay, welke feesten die in die beetje um, underground scene van afro of een andere stijl die nog niet mainstream gezien was, welke connecties zie je tussen bijvoorbeeld. Um, club A in de underground en festival B, die zichtbaar is. Uh, ik, ik zie geen verbinding. Ik zie geen directe lijn. Dus je speelt de sterren in de hemel mm -hmm. iedere avond in een club waar niet naar gekeken wordt door de plekken waar jij wilt staan. Ja. What's the use? Het heeft geen zin. Maar als dat werkt in die club met wat je op die avond doet. Ja, maar dat, dat, het, het, het kan werken in de club, maar we niet zeggen dat het werkt voor je ambitie. Ja. En, en de ambitie is om, weet je, als jij, als jij naar een club, als jij naar een voetbalclub gaat, waar nooit een scout komt, ja. dan kan je, jongen, je kan, je kan de oma halen, je kan, uh, weet ik veel, <laughs> een, een, een doelpunt maken met uh, de hand van God, uh, zoals uh, Maradona dat noemde. Nobody will talk about ja. it. Niet omdat het niet spectaculair is op zichzelf, ja. maar omdat niemand het heeft gezien. Ja. Je kan een redelijk doelpunt maken, maar heel consistent zijn in het scoren, in een team waar scouts komen en mensen zeggen, die persoon moeten we hebben. Ja. En dat, dat wat dus inhoudt, dat de doorstroom van talent niet altijd gebaseerd is op wie de beste is, maar wie het meest zichtbaar is, ja. waaruit gekozen zou kunnen worden. En bedoel je dan in de metaforen die je gebruikt, dat wat hier bijvoorbeeld gebeurde in krankcafés eerder genoemd, of in een passion, dat dat gewoon niet zichtbaar was voor de clubs ja. als R, waar jij hebt gestaan? Ja, het was, een, het, was een, het was een besloten culture, die nog wel... Um, Groot is. Mm -hmm. Dus don't, don't underestimate it. Weet je, het is groot. Mm -hmm. het is, ik heb, weet je, met veel respect. Maar het was gefocust op de culture. Het was for us, by us achtig. En, en mijn... mijn movement was gefocust op de makers van de industrie. Dus hoe krijgen we de makers van de industrie. Hun ogen gericht op onze jongens. Zijn de makers van de industrie de mensen die de, de clubs hebben? Er zijn de mensen die de clubs hebben, de programmeurs van festivals, de media. Uh, alles wat je ook zou willen. Mm -hmm. als het gaat over de erkenning van wat je, wat je gecreëerd hebt. Ja. Dus ook. Het is, niet, het is niet dat dat het allerbelangrijkste is. Maar ik vond van dat wat ze hebben kunnen realiseren binnen die meer besloten culture. Ja. Daar, daar, Chase was al die guy in die ja. culture. En een Henry X was die guy in die culture. En een Gary was een guy in die culture. En een Marty was ook al weet je, toch, een, een guy, een soort van een champion in die in culture. Uh, um, uh, daar hadden ze mij niet voor nodig. Kwesi uh, Qu was al de producer van die, van die culture. En zo zijn er wel meerdere mensen die al echt wel een naam hadden in die culture. Daar heb je mij niet voor nodig gehad. Want dat is, dat is een culture die ze zelf hebben gebouwd. Ja. Uh, maar wie was mainstream bekend? Als ik naar een programmeur zou gaan en ik zou zeggen: van yo, check die en die DJ, oké, okay, waar, waar draait hij dan? Ja, hij draait in, weet ik veel, Club D DNA in die mm -hmm. tijd, of hij draait bij Mambo. Ja. De mainstream brands, uh, uh, um, mensen die, die op zoek gaan naar influencers, uh, 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 clubowners, programmeurs. Die kende Zij dat niet. Ja. Wat zag jij als elementen van de culture wat, wat miste? Wat, jij hebt, of wat heb jij veranderd van wat jij zag, mm -hmm. of wat heb je gedaan wat jij dacht dat nodig was om het daar te krijgen in de ogen van de mensen die de industrie bouwen of maken? Ja, so, sowieso de eerste keus om, om dat te plaatsen op een, op een festival. We zijn, denk ik, een van de weinige partijen die op een festival begonnen zijn. Wordt ja. überhaupt een club? Hadden gezien van, weet je, van als, als een feestconcept. Als als een dus dat was de eerste stap. Is eigenlijk ook misschien wel heel slim, zit ik nu te denken. Want bevest wel komen, want ik zat te denken, hoe krijg je mensen daar? Maar op festival er zijn al, al mensen. Ja, iedereen was er al. We hoefden alleen nog maar die sound te pushen. En te zorgen dat ze bij je tent blijven hangen. Ja, alleen nog maar die sound te pushen. Ja. En dat, dat ging het eerste jaar ging het, ging het redelijk, maar vanwege die tent zag het er gewoon echt mad nap uit. <laughs> en het tweede jaar hadden we een stage gewoon naast de toiletten. En, en iedereen voelde zich een klein beetje gedisrespect. Weet je, van joh, gewoon naast de toiletten, achter Girls Love DJ's. Weet je, mannen hebben geen, hebben geen love voor ons. Toen het derde jaar had ik zoiets van, ja, weet je, hoe ga ik, want we kregen weer dezelfde sport, en hoe ga ik iedereen weer enthousiasmeren om toch mee te doen, weet je. Was dat dat rondje? Want je hebt een tijdje ja. zo'n rondje gehad. Ja, in precies dan, dat. Ja. Die, uh, achter, achter Girls Love ja. DJ's. Uh, afgelegen gewoon, in een ja. hoekje. Um, toen kwam Charity bij ons en die vroeg: van ja, uh, ik had niet meer zoveel zin om aan die kaart te trekken. Ik vond ik had zoiets van: ja, ik, ik, ik loop het in mijn eentje iedere keer te doen. En iedere keer als we, als we of een lage tent krijgen of een, of een rare spot krijgen, dan moet ik iedereen weer ophypen ja. en, en, en zeggen: van yo, the bigger picture, the bigger picture. Maar Voelde jij het nog wel, die bigger picture? Ik, ik wist dat het kon. Ik had niet zoveel zin om iedere keer iedereen te enthousiasmeren ja. om, het, om het te zien. Uh, want, want ik was gewoon altijd drie, vier maanden bezig om het voor te bereiden. Ja. Weet je? Uh, uh, en toen, toen zei Charity van: Ja, weet je, ik, ik, ik wil het wel doen. zei ik: van, Je onderschat het. En toen zei ze: Nee, laat me het doen. En toen bleek uiteindelijk dat ze het onderschat had. Mm -hmm. En toen had ik zoiets van: joh, weet toch, als je, als je deze shit niet fixt, dan is het klaar. Het ja. moet echt gefixt zijn. En, en, weet je, en je, kan, je kan kiezen of jij doet het of ik neem het gewoon weer over, maar om het af te ronden. Mm -hmm. En toen pakte ze door, zag ik hé, hey, ze gaat ervoor. Mm -hmm. ben ik er ook weer voor, voor gegaan. En zo zijn we het in het derde jaar gaan ontwikkelen. In het vierde jaar hadden we zoiets van. hé, hey, Moeten wij niet gewoon op een festival staan? Voor, in, in een club, club staan. Ja. En eigenlijk daar is het begonnen. Ik moet eerlijk zeggen, als jij dat die, die tijd niet had gezegd van joh, laten we het doorpakken. dan had ik het misschien gelaten. Want je hebt gewoon. Om een, om een movement op te starten. heb je in eerste instantie gewoon de dragers nodig. De mensen die het vuile werk willen doen. de mensen die, die het werk willen doen zonder de credits ervoor ja. te krijgen. En dat, was en, en, en dat was ik in mijn eentje uh, uh, de, destijds geworden. En op een gegeven moment dacht ik van ja, dit, dit gaat hem niet zijn. Ja. En, en toen zij erbij kwam. Toen dacht ik, oké, okay, nu is het enige wat we nog hoeven te doen, is die kleine area kapot maken. Echt zorgen dat, dat, dat bij ze spreken niemand meer naar het toilet kan, ja. omdat het te vol is. Uh, en dat are, is gelukt. Het was, ik zie die foto's van het busje en ja, het op gewoon een gegeven moment was het packed. Ja. En ik zag, weet je wat het moment was dat ik zag van, bro, we hebben echt iets wat. BIMS represent was toen ik op een gegeven moment op die bus zat. En Voor de mensen die het niet kennen, je hebt een busje, of je ja, had een we had busje, een busje je, ja. ge laten het was een busje uit, uit Nairobi, die was aan de binnenkant door uh, een, een, een kunstcollectief Vage Gasten uh, uh, op, opgezet en aan de buitenkant had het een bestikkering van uh, Ghetto Radio oh ja. uh, van, uit Kenia. Ja. Uh, en, God, die was, was en die was van een, een stichting wat als, pro als project had. Dit is, is, is Afrika. Ja. En, en daar werkten we mee samen. En uiteindelijk hebben we die bus overgekocht. En, daar en, ken ik jou nog. Dat was 2011 dat ik daar zat. Ja, ja en daar zat je ken ik boven al. Die, uh, ja. Ja, 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 ja. Dus, dus toen. toen op die bus kon je zitten. Dat was een soort van, soort van stage op die bus. Ja. En daar stond Amartya vaak te hosten. Ja. En weet je, iedereen heeft wel een keer op die bus gestaan. Je kon daar echt alles zien. En ik zat daar zo. Ik ben, meer een, ik ben niet echt zo iemand die in de crowd staat. Ik hou ervan om lekker op een afstand een beetje alles te zien. En ook tot me te nemen om te kijken wat dan beter kan. Ja. Uh, en ik kijk zo in mijn ooghoeken. En ik zie gewoon Green Gang daar staan. <laughs> en toen dacht ik. Oké. Okay. Ja, man, de BIMS, ja. is, de Bims, is, de Bims is binnen. Ja. <laughs> <Weet je toch? laughs> Voor de mensen die Green Gang niet kennen. <laughs> ja, het is gewoon een. een, een Hip-hop, hip urban lifestyle collective uh, uit haar buurt. Dus het is een muziekmovement, maar het is ook een, een wijk squad. Je kan ja. het een gang noemen. Maar het is gewoon een wijk squad. Yeah. Die, die, die bestaat uit gewoon iedereen die haar buurt represent. En, en zij hebben gewoon een, een, een draai gegeven aan een bepaalde vorm van hip-hop uit, uit de Belmer. Die, die, die geladen werd door de energie van F.I. beetje uh, de, 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 de front guy. Yeah. En, en later overgenomen werd door Jagga Jagga en the, the Rest is History. Je. Yeah. Ja. Dus je zag. Met Green Gang was staan en je dacht. Toen dacht ik van ja. We, man. De, we hebben de BIMS naar dit festival gebracht. Ja. Mensen kunnen er niet meer omheen. En het ja. was, op een gegeven moment heb ik het ook nagevraagd. Toen we begonnen waren de 500 mensen uit dit postcodegebied van Zuidoost waren op, dat op, op het festival. Oh, wow. en, 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 en in het jaar dat ik het vroeg, ik denk dat het ongeveer het zevende jaar was of zo, ja. waren er 5000. Wow. En, en ik denk wel dat we mogen zeggen dat we can take credit voor dat. En, en dat is ook, op een gegeven moment was het... Um, was onze area vol. Echt gewoon... echt vies packed gewoon. En, en, en toen was het van... gaan we die club nu in of niet? Toen kon uh, de eigenaar van R ook niet meer omheen. Hij had iets van, joh we moeten kijken. En toen het jaar erop, kregen we ook nog eens een grotere stage. En toen besefte ze van, ja, dit is eigenlijk misschien wel een van de... belangrijkere movements op dit festival geworden ja. en 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 dit en dit moeten we wel ook zijn uh, zijn sport geven en en ja. ja zo gezegd zo gedaan toen was Arthur uh, uh, losjes niet eens geboren want we waren geboren maar toen kregen we die recognition toen werd we je ook je een toen was je er. Ja. <laughs> ja ja toen toen begon begon de de, de zeggen de urban club scene ook in te zien van damn dit is dit is een energy die, die we tot nu toe misschien nog niet hebben gehad. Ik denk dat het enige wat ik kan zeggen, dat qua die energy die we neerzetten, uh, uh, gelijkwaardig is. En natuurlijk, dat is voor heel veel mensen discutabel. Maar ik, als de architect, kijk natuurlijk ook naar hoe andere mensen dingen doen en waar ik me aan spiegel. Mm -hmm. En dan zie ik de, 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 de topjaren van, van Jamrock bijvoorbeeld voor me. <laughs> Uh, hoe ze die culture weet je met met ja. Caliboy, met michael x met met waxfield met ja met nba die echte de original de original squad dat uh, dat zie ik voor me maar ook de ook de energy van bijvoorbeeld uh, uh, party squad ja. weet je toch die dat die die dat op, op die op een andere manier een feest gewoon wist wist op te bouwen dat waren voor mij de de ja Lijkbare, ja. Vergelijkbare modellen, weet toch ja. waar ik naar keek? Van, okay, hoe, hoe, hoe doen zij dat of hoe, hoe hebben zij dat gedaan? Het zijn ook gewoon mensen die ik gewoon respecteer. Weet je? Ik bedoel, Paris Squats sowieso, uh, 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 maar Waxveen maar is niet te onderschatten hoe, ja. hoe belangrijk hij überhaupt is in, in, in Nederland, als het gaat over hoe, 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 hoe cultures zich hebben gevormd. Een mooi bruggetje, we hebben het er vaker over gehad. Uh, je achtergrond is niet West-Afrikaans. Heb je hebt mm. jezelf geïntroduceerd. Um, yes. Toch doe je iets wat, wat van een cultuur is die niet direct je eigen is. Natuurlijk wel Zuidoost. Want ja. jij bent volgens mij heel. Jij bent Zuidoost. Yeah. En, en dat adem je, dat noem je ook altijd. Dus de jongens met wie je werkt, ken je ook al lang. Is er. Ik, ik ben ook bezig met aanverbieding. Kijk naar mij. Ik ben het mm. ook allemaal niet, als je naar me kijkt. Maar... Vond jij dat je dat kon doen, vanaf het begin? Dat je dacht, oh, ik kan deze Afro-sound... Kijk, in eerste Want instantie... jij bent nog niet de Ghana geweest, toch? Of wel? Nee, 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 nee. Nigeria? Kijk, nee, nee, nee. Kijk, in eerste instantie... We gaan hem wel brengen. We uh, moeten hem een keer brengen. Ja, 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 gaat zeker een keer komen. Uh, in eerste instantie ging het om een veel bredere sound. Dus ging het om traditionele sounds toevoegen... aan, aan, een, aan een meer urban energy. Dus dat, dat, dat ging ook over Suriname. Dat ging ook over... Uh, over een Het ging, yeah. over dat soort sounds. Yeah. Um, maar het ging allemaal om die, die, die drumpatronen in de kern daarvan. Dus dat is die, voor mij is dat die Afrikaans element die, die je terugvindt in al die verschillende sounds. Mm -hmm. Dus dat het kan, het kan funk zijn, het kan van het uh, alles zijn. Dus daar was sowieso in de eerste paar jaren, was daar voor mij een soort logische connectie, want dat was een mash-up van van alles. Maar kijk, wat heel veel mensen niet weten, is dat uh, ik heb een jonge dame die ik al opvoed vanaf dat ze acht is. En die is nu 28, uh, Eva. Eva Rillen. En zij is genees. Mm -hmm. En wat ik zeg, ik zoek altijd in alles wat ik doe, een, een, een haak tussen mij en een paar andere mensen. Zodat als het niet wordt, wat het zou moeten worden. Ik tenminste alles gedaan heb om, om hun verder te brengen. En I can live with that. Dus de eerste stappen richting echt Afro losjes. Toen, toen we zagen van het wordt niet meer die mesh op zomaar randomly van heel veel Sounds, maar we gaan het iets meer richten op echt die West-Afrikaanse hoek. Ja. Toen, toen was Chase een persoon die voor mij heel belangrijk was. In de zin van oké, okay, laat me kijken. Als, als DJ, hoe ver kan ik dat pushen? Um, maar Eva was voor mij de reden van. Weet toch? Ik, ik. I'm a jump into your culture. Weet toch? Want je bent mijn kind. Mm -hmm. Dus jouw culture is ook die van mij. Weet toch? En, en al ben ik daar niet geweest in, in Ghana, uh, we delen hier wat we moeten delen. Zij heeft haar, uh, haar leven toegevoegd aan mijn leven en dus ook mijn cultuur. Uh, veel beter leren kennen en, en, en het ook meegenomen als onderdeel van hoe ze opgevoed is. Uh, maar ik heb me ook natuurlijk verdiept in waar zij eigenlijk vandaan komt, want anders kan ik haar niet begrijpen en haar niet, ook niet begeleiden als, als, als ouders uh, Dus zij zat ook in het eerste team, het kernteam, waarmee we begonnen zijn. Um, en ik had Charity erbij, omdat Charity en ik veel. Veel meer als een soort van antropoloog naar die scene kijken. Veel meer, uh, oh, interessant. Hè? En wat is dat dan? En hey, dat kunnen we ook eraan toevoegen. En, en soms raak je dan misschien gevoelige snaadjes of denk je dat iets tof is, maar als je dat presenteert, dan denken die gasten van, oh, man, dit is echt zo'n zo cornia shit, weet je? <laughs> ja, en, maar dat zorgde er wel voor dat we altijd op zoek waren naar de randjes. Um, waar, waar, waarbij het soms, waarbij het toch wat experimenteler was. En niet alleen maar. Culture, culture, ja. niet alleen maar puristisch. Ja. Uh, en dus, dus Eva als mijn reden, mijn mm -hmm. mijn connectie. Uh, uh, ik, ik heb ik heb heel veel mooie momenten ervaren. En Ik heb haar ook echt zien genieten van nummers die bijvoorbeeld Chase af en toe draait als hij eventjes richting die hip life, high life kant yeah. ging. En dan zag ik haar daar staan en dan dacht ik, wauw, weet je? die momenten zijn niet onze momenten, want dat zijn momenten die ze thuis had met ja. haar moeder, waar ik niet bij was. Ja. En in ene beleef ik het wel met haar. Ja. Dus dat was voor mij een reden. Uh, wat ik zeg, met Charity veel meer artistiek. En ze ja. had een droom toen ze bij mij kwam om een keer naar Zuid-Afrika te gaan, omdat ze daar iets voelde wat ze tof vond. Uh, Chase dus ja. een persoon die ik uh, enorm waardeer uh, uh, en destijds ook gewoon enorm waardeerde. Um, en Amarti, waar ik zoiets had van: this guy, this guy, hij heeft iets. Weet je? Eh, en ja, dus dat was mijn, mijn focus. En als je dan Amarti en Berano samen ziet. dan zie je in ene de energy van die culture. Dan ja. zie je in ene. En dat klinkt misschien raar wat ik nu ga zeggen. maar dan zie je in ene waarom onze mensen het in zoveel jaren van onderdrukking hebben gered. Die energy, die power, die zit in, in, in enjoyment. Ja. Weet je? In zang. In, in, in het, het met elkaar connecten op, die, op gewoon die ritme. Je zou bijna denken dat die guys oefenden. Ik heb ze ja. nog nooit zien oefenen. Nee. Maar on stage, de synergie tussen die twee. Ja man, dat waren redenen om, om het gewoon te doen. En dan in een, ja, ben ik te gast in een culture, maar, maar humbly zo. Weet je toch? En, en, en ik ken mijn plek ook. Je bent zo goed dat je uiteindelijk, mm, uiteindelijk in 2018 is het, denk ik, je eigen festival hebt georganiseerd? 19? 18? 17? 2017 uh, volgens mij. De eerste en de tweede. 2020 ja, is, 20 het is een, jaar, een, een jaar soort jaar van... Ja. ja, ik weet het ook niet meer precies. Ja. Maar, ja. <laughs> ja. Je hebt twee keer je eigen festival georganiseerd? Ja. Klopt. Waar kwam, waar kwam? Dat is iets groots. En dat was een festival met 1, 2, 3. Stage, de eerste war, war, was, was gewoon. Um, kijk, de eerste was met één stage. En de tweede was met drie. Ja. ja als je de, de karaoke stage. Ja. De band, dus, sorry, de eerste had twee. Um, de main stage en tropische verrassingen. Ja. En de tweede had de main stage, de tropical stage en tropische verrassingen, karaoke. Ja. Uh, ding. Ja. 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 Oh ja, want de eerste was. Ja, ja, ja. ja, ik was er bij allebei natuurlijk. Ja. Maar, je dacht. Why not? Of nee, hoe ging dat? Strategisch. Vertel. Alles, egg. er is geen één stap, een why not stap. Iedere stap <laughs> is over nagedacht. Ieder, de hoop, een hoop van de dingen heb ik van tevoren ook uitgesproken met ze. Van we gaan het zo doen, dit gaat er gebeuren. Dan gaan we dat doen, dat gaat er gebeuren. Uh, en, en het was uh, open air, club air. Hoe komen we van club air naar andere plekken? Een nodige, een aantal Want mensen. Open Air Club Air zijn. De ei, een van de eigenaren ja. van Open Air is, de, is een van de eigenaren van Air. Had je het gevoel dat je heel veel gelabeld werd aan hun? Als in, oh, dat is een Air-feestje? No, no, nee, nee? Ja, okay, nee. Ik, was, ik was daar niet mee bezig. Nee. Oké, okay, ja, nee. sorry. Ga verder ja, ja, ik was daar niet mee bezig. Ik, ik ben, ik ben uh, uh, Sjoerd van, van uh, Club Air gewoon super dankbaar ja. voor de opportunities die we hebben gekregen en ik heb. Weet je, toen wij, toen wij begonnen was uh, bijvoorbeeld uh, Tom, die nu de directeur is van het festival, uh, liep, liep toen stage of zo. Dat oh wow. is how, that's, yeah. that's how far back we go. Uh, dus we zijn samen ook gewoon met dat festival gegroeid. Uh, dus ik was niet bezig met te veel gelabeld, ik was dankbaar met die kans, want yeah. we hadden een podium nodig. En R was toen in een transitie van eigenlijk een. een hij had een beetje een soort van label van een witte hemde. Uh, club. Yeah. En, 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 en wij hebben daar gewoon een energie ook gebracht. En ze waren ook in die transitie naar, naar, naar veel meer urban. En dus dat, 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 dat verliep gewoon goed samen. En we wilden gewoon. Ik wilde dat bijvoorbeeld. Ik wilde dat Waxvine ons zag. Ja. Yeah. gingen we boeken. Ja. Yeah. En dat boekte hem het blok voor ons. In de hoop dat hij nog even bleef. Om te zien hoe onze jongens opkwamen. Je ging hem boeken, als in... Als in, gewoon, gewoon boeken voor onze show. gewoon Voor onze avond. Oh, je ging hem op je eigen... Ja, Oké, okay, ja, ja, ja. je ja. ging hem programmeren. We gingen Waxveen gingen gewoon, we gingen gewoon boeken. Om, om hem daar neer te zetten, net voordat wij opkwamen. Neem nog opkwamen. een drankje, blijf nog even hangen, gezellig. Ja, juist, weet <laughs> je In de hoop. En dan zei ik van, luister, als jullie opkomen... Je moet hoog zijn. Yeah. En die mannen komen op. Weet toch, losjes. Losjes, Iedereen, iedereen... Oh! En die energy was goed. En dan de juiste tune erin. En, en ek, dat is dat ding van culture. Je hoeft het niet te begrijpen. Je moet het voelen. Ja. En, en wax is culture gevoelig. Ja, wax vindt, heeft ook jamrock als feest. Ja. ja en yes. dus dat yes. yes. ja. was, als de architect zijnde, ja. was dat iets wat ik onder de loep genomen had. Ja. Van, joh weet toch wat die mannen daar gedaan ja. hebben? Dat was dope. Ja. Uh, met de vlaggen en, en alles, ja. dansers en... En, en hij bleef. En, hij, en ik zit altijd boven. In uh, al achter, R. Achterkamertje. Achter, ja, ja Ja, Al dat soort daar zo. En ik heb zoiets als het feest begint. En, ja, wat, wat kan ik nog doen? Weet je, niemand mm. doet niemand een soort oude guy. Maar <laughs> in de 40 daar zit staan. Alsof je, alsof je oom aan het staren is <laughs> ja. naar je, hoe je aan het dansen <laughs> ik bent. Zie je. <laughs> ja. En, en uh, uh, hij komt naar boven. En hij zegt, yo. We moeten een keer zitten, man. We moeten wat doen. De architect. Prima, thanks. <laughs> de jongens kwamen er boven. En. Eh? Ja, man. Hij, is, ja. hij vindt het dope. En zo hebben we meerdere mensen op die manier uitgenodigd. Heel om, om het te ervaren. Ja. Uh, DJ Driver, die toen bij... Uh, oh, ja. uh, die toen gesigned was net en draaide bij AppleSap. Uh, Stacy van Vunzige Deuntjes. De Gedeuntjes, ja. uh, die jongens van uh, Daily Paper met. Uh, Lafrik, so, soms systeem. Oh ja, La ja. uh, uh, en nog een paar mensen. Gewoon om te laten zien: van yo. Weet je, slaap niet op dit, mensen. Slaap niet op dit, dit is anders. En zo kwamen we weer een volgende stap verder. En op een gegeven moment werden we opgepikt. En ging het alleen maar beter en beter. Toen wilde ik richting een sound system. Um, en om een sound system te kunnen creëren. Waarom wilde je richting een sound system? Sorry. Oh, omdat een van mijn. Ik, wat ik als mijn functie zie, is... hoe krijg ik deze boys zo ver mogelijk? Ja. En niet iedereen komt naar onze clubavond. Dus we moeten de clubavond naar iedereen brengen. Mm -hmm. Dus heb ik heb de clubavond... Heb, we om, heb ik omgedoopt tot... Avalosjes and Friends. Oh ja. waardoor, waardoor het... meer belicht... wie er nog meer in de scene zijn. Dus we worden mm -hmm. een platform voor meerdere mensen. Mm -hmm. Maar daardoor wordt het duidelijker... dat... Die drie, die drie DJ's en de uiteindelijk des, da daarna drie MC's mm -hmm. dat dat Avalosjes is. Ja. Want anders dan was Avalosjes de hele avond. Ook de DJ's die niet van Avalosjes waren. Ja. En, maar Avalosjes en Friends laat al zien van er is een kern. Ja. En er zijn gasten. Ja. En met die kern, de zichtbaarheid van die kern ben ik verder gegaan met een sound system. Omdat ik dacht van we moeten die sound nog veel meer claimen. En het idee van die sound system was om ook geboekt te worden voor een uur en misschien zelfs op een gegeven moment geboekt te worden voor een half uur met alleen mijn eigen tunes hmm. of remixes of dat, weet je, dat je, dat je hele. Want Berano maakt muziek, Amati maakt, 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 maakt muziek, Chase is uh, uh, Jay, Chase is Chase is, is een soort van DJ Kellet, weet je, ja. die zoekt altijd de juiste mensen bij, ja. bij elkaar. Riks is daarmee bezig, Sean ja. is daarmee bezig. Uh, Sean had een, had een artiest waarmee hij werkte. We kenden nog heel veel andere producers ja. waar we goed mee waren. Uh, uh, um, weet je? Dus er was, er was genoeg body. Ja. om te kunnen zeggen: van we draaien gewoon een set met alleen maar eigen, eigen shit. Um, dus dat moet je dat, op een gegeven moment moet je dat gaan, moet je dat gaan bouwen. Van, okay, hoe zorg je er dan voor dat die sound system iets, iets wordt. Waar mensen echt naar kijken en waarde aan, aan hechten. Oké, okay, dan moeten we eerst zorgen dat we in de clubs komen. Dan hebben we een deal nodig met, met een boeker. Want ik heb ja. de tijd er niet voor. Oh, Eventus. Ja. Eventus, Redouan, had dan een link met Slim Kofi. Dus ik zag al van, oké, okay, die man is al geïnteresseerd in, ja. die, in die sound. Hij is een van de most um, ja, humble en willing to share achtige guy die ik ken. And, and, and Redouan dacht, of Slim Kofi? Uh, Redouan, ja. dus daar voelde ik me ook gewoon fijn bij. En dus die zijn onze boeker geworden. Daarmee zijn we in het land ingegaan. En toen dacht ik: oké, okay, hoe breng ik value naar die groep? Hoe zorg ik ervoor dat die groep als nog waardevoller gezien wordt? En toen dacht ik: the only way, eigenlijk, is een eigen festival ja. met hun als headliners. Ja. Laten zien: van we, we krijgen het vol zonder. Grote namen midden in, in je promotie mm -hmm. te zetten, maar echt alleen maar Eigen. de concept, ja. de culture en de jongens. Ja. En dat was de eerste keer uh, um, was het twee, 2000 man, uh, zoiets, twee, 2500 man. Um, en de tweede keer was het uh, 4500 man met maar 500 free tickets die we wow. aan de dj's yeah. en zo hadden gegeven... om aan, om aan hun yeah. mensen te geven. En besides that, every, everybody paid. Wow. En toen kon ik ook... terugkoppelen aan onze boeker van Luister. Wij zijn... Wij kunnen 4500 mensen trekken. Yeah. Als je dat berekent in, in, in ticket prices... zijn we valuable. Yeah. Dat moeten we omzetten in de waarde... Wa waarmee we onszelf de wereld in gaan helpen. Dat was de reden van het festival... Van laten zien wat de waarde is. Het is zo tof als je een festival vol hebt met 7.500 man. Maar als je daar, weet ik veel, 10 artiesten voor geboekt hebt, die, die allemaal een arm en een been kosten. Weet Klaar. Toch? Ja, ja oké, okay, dan heb je zoveel man. Maar wat heb je, wat heb je netto je ja. werkelijk binnengehaald? Ja. En in ons geval kunnen we zeggen: men kwam voor dat. Ja. Wat, we leven nu in een gekke periode waar weinig tot niks gebeurt. Uh, online, natuurlijk, een beetje, maar, zeg maar afgelostjes is met name ook zeg maar, het mensen samenbrengen en ja. plezier hebben. Wat zie jij in de toekomst liggen? Wat zijn, wat zijn de volgende stappen? Um, kijk, de, deze tijd zijn mensen gewoon uit het team bezig om zichzelf nog meer te manifesteren, gewoon op een individuele vlak. Dus het is een mooie tijd. Ja. Uh, 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 anders had je misschien een jaar uit elkaar moeten gaan of zo. Weet je? Uh, ja. En dat is raar, want er is, geen, ja. er is geen reden om uit elkaar te gaan. Ja. Uh, dus nu heb je gewoon een mooie tijd om jezelf even terug te trekken. Amatis in Ghana. Uh, Deze, ik dacht hij komt wel terug, nee, maar nee, hij, hij blijft, is, zit goed. Hij blijft daar voorlopig yeah. nog wel. Chase was daar. Ja. Uh, Barano is, is, gaat studio in, studio uit. Deze man is, is cooking up some storms gewoon. Deze man is echt bezig. Ik denk dat hij, hij is sowieso de guy die de sound gaat veranderen... Ja, uh, kan uh, in de komende periode. Juist, juist nu wat er aan zit te komen. De tijd van meer rust en aandacht. Ja. Uh, uh, um, de acceptatie. Ja, want daarvoor was het nog weerstand. Uh, toch nog live gaan. Toch nog proberen mm. om die club-energie... en op een gegeven moment ja. zag je een dip van... een soort van bijna, bijna een, een depressie. En nu zie je een soort van acceptatie... dat dingen anders zijn, maar uh, hoe gaan we hierin leven... Ja. En ik denk dat dit het juiste moment is voor Barane om zijn sound te brengen, want het is, het is meer storytelling. Ja. Het is, uh, hij, hij maakt kleine documentaires, audio-documentaires. Do uh, zo, zo ervaar ik het althans. Ja. Uh, voor Sean is nog dieper gegaan in die Franse sound. Mm -hmm. Riks is die Guam sound dat is uit Zuid-Afrika ja. echt gaan exploren. En is Beats aan het maken. En is Beats aan het maken. Uh, en een Branco is veel meer de, de business side van zijn eigen. Weet je, hij is ook echt een sales guy. Ja. Die is hij ook aan het, aan het exploren en, en nieuw, nieuw talent scouten. Dus ik zie, ik denk dat voor ons 2021 gaat uh, starten als, een, als veel meer een culturele exchange. Veel meer belevenis, veel meer verhalend. Veel, veel minder massa opzoeken, maar meer. Uh, waarde echt, echt brengen en zorgen dat we dope collabs gaan doen. Uh, er komt een documentaire uit waar, waar we onderdeel van zijn. Mm -hmm. uh, op de Bims. Um, ik, ik, ik zie veel, veel collabs, maar ook weer op value, mm -hmm. niet per se op hype. Ja. Uh, dit soort dingen. Uh, um, um, even de tijd nemen om terug te kijken. Uh, uh, het verhaal wat duidelijker te hebben en misschien ook door het verhaal te vertellen, weer die spark te vinden om weer een andere richting op te gaan. Ik zie veel meer uitbreiding. Jong Dada, weet je toch? Die waarvan ik denk van... zit lekker met Amarty nog steeds daar. Ik heb zoiets van, waar wij heen gaan als afl daar hoort hij ook thuis. En Lao uh, uh, ook Slim Kofi. Je hebt een, een, paar, een paar jonge guys. Ik weet dat. Artiesten allemaal. Ja, 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 gewoon meenemen. Ja. Toch? Meenemen. Samen, samen bouwen. Dit is niet de tijd om solo te rennen. Dit is gewoon de tijd om. Met elkaar te moven en te kijken wat iedereen nodig heeft om verder te komen. En ik denk dat dat, dat dat het gaat, gaat zijn voor dit jaar. En uh, dus meer, 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 meer culture. Mooi. Ja. En gewoon natuurlijk wel onze feesten nog steeds. En... Maar zelfs festivals heb ik mijn bedenkingen over van wat, ja. gaan we direct weer gaan we direct weer daar staan waar de massa is i, I don't know dus ik ben daar gewoon nog wat um, terughoudend in um, ik, ik, ik wil dat we dicht bij onszelf staan en, en, en dat we en dat we keuzes maken op het moment dat ze gemaakt moeten worden gebaseerd op hoe we ons voelen en niet, niet money driven of, of, of iets anders maar gewoon uh, onze tijd nemen en rustig aanbouwen naar een volgende fase. Heel mooi. Due to time. Ik kan je nog het hemd van het lijf vragen... want je hebt zoveel nog meer te vertellen. Heb ik nog dingen niet geraakt die je wel... als we praten over Afrobeats in Nederland... die je nog kwijt wil? Dat je denkt, oh, dat is belangrijk. Hou ja. die en die in de gaten. We hebben al namen genoemd. Maar... Ja, de, de namen die ik, die ik wilde noemen heb ik al genoemd. Ik denk gewoon dat het, dat het tijd wordt voor voor the culture to rise. De jongens hebben het uh, tot een bepaald punt gebracht. Nu moet je kijken, uh, wat zijn de learnings? Waar andere mensen ook weer op voort kunnen beduren. Wie is de volgende uh, Losjes? Wie is de volgende Amati? Uh, wie, wie, wie voelt zich geroepen om, om mee te doen aan die marathon? Dat uh, uh, is het meer. Wie, wie komt bij elkaar? Iedereen die solo aan het rennen is, gaat verliezen. Dat is, dat is mijn, mijn kijk op zaken. Mm -hmm. ja, toch? De, de, de culture is er de industrie deuren zijn redelijk op een kiertje om van de culture volledig, volledig industrie te maken moeten bepaalde spelers in die game hun, hun, hun aanpak wijzigen en moeten wij onze armen veel meer openen nog meer dan wat we hebben gedaan um, en moeten we moeten we gaan produceren banger na banger na banger ep na ep Videoclip na videoclip, toffe interviews, nieuwe, nieuwe kledingmerken. De eerste, de beste die komt met de Afro-merk moeten we pushen uh, alsof het van ons is. Het, het gaat om veel meer dan alleen maar ons. Wij hebben het gebracht in, 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 in de spotlight. Spotlight is aan, maar om iedere keer dezelfde mensen te zien, dat is geen culture. Dat is geen movement. Het is gewoon een groep. En, en, en ik denk dat de spotlight die we hebben, als we die alleen voor onszelf houden, gaan ook wij verliezen. Prachtig. Niks meer aan toe te voegen. Mag ik je danken voor je tijd, ja. voor je mooie verhaal en insights? Het is altijd heerlijk. Ik ken je goed. Ik spreek vaak met je, maar iedere keer als je spreekt, gaat er weer dat je denkt: Ja, man, deze man, hij is nog geen 50, maar je zou zo honderd kunnen zijn met de ervaring en de verhalen die je deelt. Ik voel me ook zo af en toe. <laughs> ja, maar dat, dat voel ik zelf soms. Grote ja. Shara dan ja. de Squad, sowieso. Uh, ik ga geen namen noemen, want de squad is groot maar iedereen die weet dat hij onderdeel is van Avolosjes en aan de basis gelegen heeft van waar we nu staan ja, uh, yeah. het is it, 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 it takes a big person om iemand te volgen, weet je toch en uh, ik ben met plezier de persoon geweest die who paved the way en de uh, rest is uh, up to them en met mij ook uit, uiteraard daar maar in een iets andere positie ja. mooi, dank je Hans. yes ja. Now only you that do me like your the, doe, like your mo, like your i Now only you that do me like your dog